Ik ging ijsjes halen. Ja, dat veranderde mijn leven, ons leven. Ja, ik dacht, hij is dood. Het is het eerste wat ik zei. Je mag niet doodgaan. Laat me hier niet alleen. Maurits is in 2021 een veelbelovend wielertalent. Hij rijdt de Tour de France en de Giro d'Italia. Maar dan is er die dag in juni waarop alles verandert. Ik weet nog dat we de keuken wilden doen en we moesten naar de bouwmarkt. En we hebben wat spulletjes gehaald en toen was het nog van, willen jullie nog een ijsje? Want ja, we kwamen daar heel vaak bij Van der Poel en dat veranderde mijn leven, ons leven. Ik ging ijsjes halen. En de rest bleef in de auto wachten. En ik kon 3 bakjes meenemen, weet ik nog. En die heb ik op de achterbank neergezet. En ik zeg nog, ik moet er nog eentje ophalen. En met dat gaat het licht uit. Hij kwam aanlopen. Hij zette de ijsjes neer. En hij zei, ik moet alleen jouw ijsje nog halen, Seb. En met dat was het. Bam. En ik zie hem zo langs de auto vliegen en ik denk, wat is dit? Dit is mijn man, dat is mijn man. Hij lag dus echt, ja, nog zeg maar voor die lantaarnpaal, echt een stuk daarvoor lag hij op het fietspad op zijn rechterkant. En ik zag gelijk, oei, dit is niet goed. Toen ben ik eruit gesprongen en naar hem toe gerend. Wat dacht je? Ja, ik dacht, hij is dood. Dat is het eerste wat ik zei. Je mag niet doodgaan. Laat me hier niet alleen. Wanneer komt dat besef van er is iets heel heftigs met mij gebeurd? Dat heeft wel een paar maanden geduurd. Zeker in het ziekenhuis heb je helemaal geen idee wat er is gebeurd. Voor mij ging het te snel allemaal. Ik kon. Dokters kwamen wel aan je bed en ze vertelden wel dingen, maar ik begreep er niks van. En dat is heel gek en ja, dan ga je bluffen, gewoon knikken en ja knikken op alles. Maar je hebt geen idee wat er eigenlijk aan de hand is. Hij had 4 bloedingen in zijn hoofd en en eentje hebben ze dus echt moeten opereren, zijn schedel moeten liften om zijn leven te redden, want hij was daarvoor comateus geraakt en het was eigenlijk wel heel heftig. En je hebt in het begin niet zo'n idee, want je bent nooit met hersenletsel in aanraking gekomen. Je hebt geen idee wat voor invloed het heeft. En gaandeweg komt eigenlijk naar voren toe van, hoe groot die impact eigenlijk is op alles, gewoon echt alles. Dus, ja. Maurits is veranderd van een rustige, lieve man in een opstandige en snel overprikkelde partner en vader. Er is weinig kans op verbetering van deze situatie en dat heeft een enorme impact op het hele gezin. Ja, ik kan eigenlijk heel slecht tegen allerlei prikkels. Ik word heel snel overprikkeld. Gewoon heel moe. Eigenlijk altijd hoofdpijn. Dus ik sta al op met hoofdpijn en dat wordt. Gedurende de dag wordt dat steeds meer. Woordvinding is voor mij nog altijd een probleem. Het kost heel veel energie om de juiste woorden te vinden. En werk? Nee, dat is niet meer aan de orde. Nee, dat gaat gewoon niet. Die energie heb ik niet. Dat lukt niet, nee. We werken met een batterij. Hoe vol zijn hoofd zeg maar is en hoeveel energie die nog heeft. Dat is voor de kinderen ook gewoon heel erg fijn. Omdat het voor hen heel duidelijk is. Als Maurits bijvoorbeeld hier zit, dan kan hij heel weinig nog maar hebben. En spelen samen lukt dan gewoon niet meer. En dan vragen de kinderen, papa, hoe ziet jouw batterij eruit? Welke kleur heeft die? En ze hopen natuurlijk altijd op deze, maar hij wordt nooit meer zeg maar vol. Ook niet 's morgens. Slechte nacht begint hij hier al. Soms hier al zelfs.
En dan moet je de hele dag nog door. Dus dan kan je nagaan. Aan het einde van de dag is die gewoon echt rood. En dan kan je echt niks meer van hem verwachten, want dan gaat het niet goed, zeg maar. Dus het hele gezin houdt rekening daarmee? Ja, helemaal. Maurits, hoe vaak fiets je nog? Ik probeer 1 keer per week wel te gaan fietsen. Dus ja, vooral omdat ik het nog altijd heel leuk vind. Alleen, ik raak er gewoon overprikkeld van. Dus ik moet het helaas beperken tot die ene keer.